waar ik een beetje moe van word, ik denk wij allemaal, is natuurlijk dat we het altijd hebben over ja, hoe voel je je als dit je overkomt en wat zijn jouw ervaringen. Maar om verder te gaan moet je zeggen, oké, wat kunnen we dan doen? Snap je? Vanuit jouw functie en vanuit mijn functie. Hoe komen we elkaar tegen? En ik denk dat jij en ik denk ook de hele industrie, dat we naar het punt moeten gaan werken, dat we stappen moeten gaan zetten. En daarom is dit gesprek heel belangrijk en interessant. Op de set weet ik zelf niet hoe ik daar altijd mee om moet gaan, moet ik eerlijk zeggen. Dan kijk ik in het script en dan zie ik, oké, de rol die ik kreeg had inhoudelijk niks te maken met mijn achtergrond. Niks te maken met mijn huidskleur. Maar er stond zelf in het script, waren regieaanwijzingen waar je uit op kon maken, dat voor een acteur met een witte huidskleur was. Vond je dat juist goed of juist minder goed? Nee, ik vond het super. Ja. Ik bedoel, ja, tuurlijk. Maar ja. Toen had ik de rol gekregen. En toen kregen we was er een herschrijving, zeg maar, van het scenario. En er waren overal aanwijzingen van racisme, kleur, personages die in mijn buurt van mijn personage opeens racistische opmerkingen maakten. En mijn personage was opeens Rotti aan het maken. Of Moximiti, of dat soort dingen, weet je wel. En dan vraag ik me af van, in hoeverre ben jij vanuit jouw functie daarmee bezig van, is het inhoudelijk een toevoeging aan het verhaal of aan het personage? Of zeg je van, nee, het is helemaal niet nodig? Hele interessante vraag, want dat is ook, als ik een personage moet, zijn wereld moet maken, of haar wereld, dan haal ik alleen die dingen erbij die ertoe doen. Precies, ja. En vaak is het leuk dat de regisseur denkt, oh, we moeten een handeling geven, het is wel leuk, daar staat hij te koken, waar komt hij vandaan? Nou, dan ga jij Rotti maken of je maakt een lekkere Moximiti of wat dan ook. En we gaan er eventjes een Surinaam sausje over gooien, ja. omdat het ook exotisch is en dat vinden de mensen leuk of zo. En als jij dat niet mee eens bent, zeg je dan... Ja, okay. Soms wordt het denk ik, is niet nodig, weet je. Ja. Ja, kan het niet wat Afrikaanser of zo, zeg ik. Waarom? Want is het dan, waar gaat het over dan? Ja. Want wat ik dan ook wel eens zie, dat vraag ik me dan gewoon af, hè, vanuit mijn acteurschap, is... Dit is een heel dom voorbeeld, maar het is wel wat vaak gebeurt. Is wat je vaak ziet bijvoorbeeld, omdat ik een jongen ben met Surinaamse roots. En dan speel ik wel eens een rol, of dan zie ik het bij andere mensen die dan acteurs die een Surinaamse roots hebben. Spelen ze een personage en dan zie ik opeens kapot grote Surinaamse vlag in de woonkamer. En dan denk ik, hè? En dan ga ik naar mijn eigen... Dan kijk ik eerst naar de inhoud, hè, van de serie en dan denk ik van, nee man, het heeft er niks mee te maken. En dan ga ik denken aan mijn eigen leven en denk ik, hè? Ik woonde thuis. Ik heb nergens nooit een Surinaamse vlag gezien. En wij aten Rotti misschien maar op een verjaardag of zo. Ik had gewoon pasta. Ja, ik had gewoon wraps en dat soort dingen. Maar weet je nog met Tom Aker? Ja, daar hadden we een discussie bij over. Bij jouw familie, dat was ook, want dat wilden we gewoon ook echt daar een heel lekkere Surinaamse, dat je het kon ruiken. Zo. Dat moest echt. Maar weet je nog dat we een discussie hadden? En dat was een grappig punt, omdat ik weet nog, we aten ook Rotti, toch? Ik ben toen heel boos geworden, want ik kreeg dus een helemaal gefrustreerde setrest en zegt, Robert, gast, al die Surinaamse acteurs die beginnen te zeiken dat het eten niet klopt, want je hebt worteltjes erbij gegooid. Yeah. Ik zeg, hallo, we zitten niet in Suriname, we zitten in Nederland. Yeah. En voor het beeld vind ik dat leuk dat er een beetje kleur is, dus moet je niet door laten gek maken. Jullie zaten daar met... Maar op dat moment snap je wat wij bedoelen. Niet helemaal op dat moment. Want op dat moment denk ik, ja, hallo, het is film en het gaat niet. We gaan geen documentaire maken dat het allemaal klopt. Maar ik weet nog op het moment, jij was er ook bij, dat wij, de acteurs aan tafel, dachten van nee, het was precies dit. Ja. We keken zo om ons heen van nee, dit kan niet. Ja, ik voelde me toen heel ongemakkelijk. Ik dacht, jongens, jullie zijn acteurs, ga gewoon jullie ding doen. Dit is nep eten, want jullie hoeven niet eens echt op te eten. Ja. Zeur niet. En waar hebben we het hier over? Ik ben geen Surinaamse cateraar, maak hier film. Wat bij mij persoonlijk, vanuit mijn vak, wat mij dan stoort, is dat ik heel vaak voor mijn gevoel op andere sets, in andere producties, als het gaat om dit soort onderwerpen, heb aangegeven van, jongens, dit klopt niet. En je begint met, dit klopt niet. De tweede keer zeg je, jongens, dit klopt niet. En je wordt steeds van binnen, word je steeds heter. En de derde, vierde keer begin je stem te verheffen, jongens, dit klopt niet. En na 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer, of je wordt bijna er agressief van, omdat je denkt, dit heb ik al 10 keer gezegd, of je slaat helemaal naar binnen. En je denkt, weet je wat? Dan wordt toch niet geluisterd en weet je wat, ik zeg helemaal niks meer. Dus, maar wat het zo op dat moment zo voor mij belangrijk maakte, is je wilt gewoon dat de mensen thuis
En dat zijn ook Nederlanders, maar ook Nederlanders met Surinaamse roots. Je wilt gewoon, als jij ze op straat ziet, want je wordt aangesproken, dat zij tegen jou zeggen, hé, hey, vet man. Toen ik die serie zag en toen jullie aan het eten waren, voelde ik me thuis. Ja, ja, ja. Want dat is hoe het ook bij mij thuis is. Ja, dat heb ik niet door. Op het moment dat jullie daarover over zeiken, in mijn, van jongens, kom op, doe je jullie... Nee, maar dat, dat... Omdat ik dat niet besef. Ja, maar dat wat jij... daarom zit jij nu ook hier om te denken van, hey, laten we erover praten. Ja. Maar er zijn veel mensen in de industrie waarvan ik soms nog merk, dan als je dit dan zegt, dan krijg je hem gelijk van voren van, je moet niet zeuren, maar je moet niet zeiken. En tussen mijn eerste reactie was dat ook. Ja, maar je bent nu hier om te zitten, om het erover te hebben. Ja. Maar je hebt nog steeds mensen in de industrie, die zullen hier niet gaan zitten. Die zeggen nog steeds, je overdrijft. En dat is misschien een beetje het probleem. Maar op dat moment als acteur voel je onbegrepen. Ja. Dat is het. Je denkt, ik ben een acteur. Deze film heeft te maken ook met mijn roots. En ik zie gewoon dat het niet klopt. En dat je niet serieus wordt genomen. Precies, en dat voel je dan. En ik denk ook dat het niet alleen voor mij een taak is om het erover te hebben, maar ook voor jou, vanuit jouw functie, om andere mensen die tussen haakjes een blinde vlek hebben, om ze erop aan te spreken en te zeggen, hé, dat wat je zegt van het moet Afrikaans zijn, waarom moet het Afrikaans zijn? Wat is de inhoud? Maar dat je er niet laat bij waarom en een zinnetje, maar dat je echt mensen aanpakt daarop, op een constructieve manier natuurlijk, want het gaat om dat we bouwen. Maar dat is een wereld waar we naartoe moeten, hoe ongemakkelijk het soms ook kan zijn. Ja. Want ik vind het soms ook ongemakkelijk, jij ook natuurlijk, want je moet elkaar confronteren met dingen waarvan je denkt, dat is niet de bedoeling. Maar uiteindelijk gaat het om kwaliteit. Dus de basis ligt daar al, van er is geen dialoog tussen ons. En dus daar gaat het al fout. Dus helemaal met zulke ongemakkelijke gesprekken als het gaat om kleur. Van ik voel me niet begrepen of dat jij misschien twijfelt van, hé, hoe moet ik het doen? Als de basis al niet goed zit, ga je helemaal niet met zo'n ongemakkelijk ding naar mij toe komen om te zeggen, hey Werner, van hey, hoe zit het eigenlijk met dit en dat? Ja. Maar kijk, andersom ook. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld had geweten, en dat is deels ook de groei die wij met z'n allen moeten maken natuurlijk. Als ik bijvoorbeeld bij Tom Adelaar met Rotti, als ik naar je toe was gestapt, of ik had van jou informatie gekregen, of hoe dan ook, en ik wist van, het is vanuit de gedachte van kleur en je ziet het niet, dan had ik iets anders gereageerd. Maar mijn frustratie heeft natuurlijk te maken met dat ik het meerdere keren heb meegemaakt. Dus het interessante is, omdat wij nu dit gesprek hebben, weet je wel, kom ik erachter van, tuurlijk. Want jij weet natuurlijk vanuit je ervaring van de camera, pap, en je gaat het niet eens zien, weet je wel. En ik spreek vanuit mijn gevoel van, ik word hier bedrogen. Mijn cultuur wordt hier een beetje op een verkeerde manier neergezet. Ja. Maar als je eigenlijk, en dat heeft ook te maken met de cultuur op de set, als je eigenlijk op dat moment op de set eventjes één minuutje pauze neemt en met de acteur, met degene die zich niet gemakkelijk voelen, even in een hoekje gaat staan, of niet eens in een hoekje, gewoon midden op de set, en je gaat het bespreken met elkaar, dan ben je al zoveel stappen verder. Ja, klopt. En is het misschien nog niet perfect, maar dan... Maar dat sensitieve gevoel wat ik moet hebben om het verschil te zien tussen een actreutel die vanuit haar trots altijd al zitten zeiken. Ja, ja. Of iemand die zegt, inhoudelijk klopt het niet, weet je wel. Ja. Op dat moment zie ik een paar van die actreutels die een beetje moeilijk zitten te doen naar ons hardwerkende art department. Ja, en dat onderscheid te maken, die sensitiviteit voor dat verschil vanuit welke achtergrond, intentie jij dat zegt, of kritieken. Dat is... En dat heb ik dat... Dat ligt heel... Dat zit er wel, maar dat moet nog een beetje... Want dat had ik, want ik kende jou natuurlijk van weemoed, maar het is niet persoonlijk. Maar ik ga natuurlijk ook naar jou van, hè? Die motherfucker die neemt ons gewoon niet serieus. Dat denk je in je hoofd natuurlijk. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ja. Maar dat is omdat je allebei een bepaald soort ervaring hebt opgebouwd. En omdat je nooit met elkaar dat gevecht aangaat. Want soms is het ook even een conflict dat je aan moet gaan. Nee, en het lijkt erop dat ik niet serieus nam, maar in dat opzicht nam ik jullie ook niet serieus. Maar waarom niet? Ja, omdat ik wel wat beters op dat moment te doen heb dan helemaal in detail op iets te gaan wat maar een onderdeel is, dat denk ik dan. Ja, dat denk je, ja. Niet bewust van, wat zou het jullie makkelijker maken en helpen om eventjes het iets serieuzer te nemen, weet je wel? Ja. Dat is, dan moet dat komen, dat, we gaan door, weet je wel. Ja. Ik ben dan weer het volgende door. Ja. Maar het is precies dat stukje bewustwording dat je denkt, het kan net dat verschil maken waarin jij voelt, niet alleen je voelt je serieus genomen, maar daardoor kan je ook beter je ding doen. Ja, precies. Want precies. Dus we hebben er allemaal baat bij, tuurlijk. Dat het niet blijft doorsudderen of dat je het gewoon weglegt en weer doorgaat. Ook al is het ongemakkelijk, laat het maar één keer ongemakkelijk zijn. Ja. Toch? En dan kunnen we twee, drie, vier, vijf keer kunnen we het gemakkelijk hebben. Ja. Nou, als wij op een gegeven moment ergens op een set komen te staan,
En dan, is het, dan hoef je met te zeggen, hey, Robert, het is een Tom Adelaartje. Ja, dan denk ik, oké. Ja, precies. En dan kun, weet je, dan kun je... Ja. Dat is ook Celletonky Villa muziek op een gegeven moment. Maar soms heb ik ook wel eens behoefte dat mensen mij even door een codewoord... Ja. Oh ja, denk even na voordat je dit zegt. Of denk even na voordat je dit niet doet of weglaat of wat dan ook. Ja. En dan wordt dit zo'n Tom Adelaartje, ja. Ja, toch? Ik ben helemaal uitgesproken, man.